blijkbaar is het heel normaal geworden in Nederland dat je gewoon maar wat kan zeggen in de politiek en dat daar geen consequenties aan zitten. Dus, ja. Wij hebben, en dat van mij heb ik het net twee keer herhaald, wij hebben intensief meerdere keren met Rijkswaterstaat gesproken. En die opties zijn er niet. En ze gaan hier ook niet aan meewerken en gewoon geen vergunningen verstrekken. Vorige keer al mijn verbazing uitgesproken over de opmerking Rijkswaterstaat wil niks. Ik heb toen zelfs gezegd, ik geloof dat niet. Ik geloof dat Rijkswaterstaat altijd meedenkt. Maar Rijkswaterstaat wil niks, daar gaat er bij mij niet in. En dat is dus ook gebleken. We hebben informatie nu in handen waaruit blijkt dat Rijkswaterstaat van harte bereid is om mee te denken, dingen wil onderzoeken. Dat is een heel ander antwoord dan dat u in de vorige behandeling gaf, Rijkswaterstaat wil dit niet. Want dat waren eigenlijk uw woorden. En nu begrijp ik dat daar wel speling in is. Hoe kan het nou zijn dat u aan de ene kant zegt, de opties moeten we afwegen, de andere kant, de mogelijkheden zijn er eventueel. Want dat schept inderdaad een beetje het beeld dat de communicatie met Rijkswaterstaat niet is verlopen zoals u het schetst. En dat baart mij wel enigszins zorgen, want dat is inderdaad, we hebben nou geen beeld. Wat gaan we nou doen? Welke stappen wilt u nou zetten als college en welke oplossingen liggen nou voor die woonbootbewoners? Verder heeft u nogal wat beweringen gedaan die niet ondersteund worden, blijkt nu, met de feiten. Ook dat helpt niet mee in het overtuigen. Hou op met al die schijnbewegingen en presenteer het nou gewoon op basis van de feiten die er zijn. En wees ook gewoon eerlijk van nee, ja, we hebben het gat van Moorlag helemaal niet serieus bekeken. Want we zijn helemaal niet toen die optie werd voorgesteld naar Rijkswaterstaat gestapt. Met het idee van hey, zouden we daar plaatsen kunnen verwerven als we daar wat geld bij doen. Maar als u dat allemaal had gedaan, dan waren de woonbootbewoners veel tevredener geweest. Dan waren er waarschijnlijk al heel veel oplossingen gewoon met een handtekening in het verschiet geweest. Ja, het is een heel duidelijk oproep aan de wethouder voor de laatste keer dan om gewoon openheid van zaken te betrachten, eerlijk antwoord te geven en er niet omheen te draaien. Als wij hier vandaag instemmen met dit voorstel, dan kan het college van BMW over een jaar vergunningen intrekken van ligplaatsen. En dat betekent dat mensen hun woning kunnen gaan verliezen. Dan moet u zich voorstellen, uw eigen woning, dat u die kwijtraakt. En dat u niet weet waar u vervolgens terecht kan komen. Er dreigt zelfs dakloosheid voor sommige van deze bewoners. Het zal maar boven uw hoofd hangen. Daar moeten wel hele zwaarwegende belangen tegenover staan, zou je zeggen. Het probleem met dit voorstel is dat dat compleet onduidelijk is. Ander probleem is dat ook niet duidelijk is of dit niet gewoon op een andere manier kan. Ja, het zou wel op een andere manier kunnen, door er gewoon minnelijk uit te komen met mensen. En daar zijn geen pogingen toe ondernomen. En op het moment dat de wethouder daarover wordt bevraagd, wordt er van alles beweerd door de wethouder. En op het moment dat je dat gaat vastpakken, verkruimelt het eigenlijk onder je eigen ogen. Arnhem Spijl heeft een videoserie gepubliceerd met de beweringen van de wethouder. En zij zijn vrij overtuigend in het aantonen dat er weinig klopt van de beweringen van de wethouder. Ik zou de wethouder willen vragen, punt voor punt, die beweringen te weerleggen op schrift. Dus kan daar een toezegging op komen, is mijn verzoek om punt voor punt die beweringen of te weerleggen of te erkennen. Want dat vinden wij belangrijk voor de geloofwaardigheid van de wethouder. Ik begin allereerst met de heer Elverink met de vraag of te reageren op de video's. Daar kan ik kort op zijn, daar ben ik niet van plan. Ja, waarom niet? Omdat ik dat gewoon niet van plan ben. Wij hebben die video's bekeken en uiteindelijk gaat het om de inhoud van die video's. Klopt wat hier beweerd wordt of klopt dat niet? Die video's zijn gefundeerd en wij vinden echt dat het college van BMW de kans moet grijpen om of die punten te weerleggen of ze te erkennen. Blijft het college van BMW, en ik spreek met nadrukkelijk het college van BMW aan, niet alleen de wethouder, bij de weigering om dit aanbod aan te grijpen, wat wij doen, ja, dan moeten wij daaruit concluderen, we kunnen niet anders en wij betreuren dat, dat al die punten die door bewoners zijn aangedragen, ja, dat klopt. Wij onderschrijven de vraagstelling wat betreft de video's. Er zijn dusdanig veel onduidelijkheden en onzekerheden.
En wil het voor de bewoners daadwerkelijk op de goede manier vooraf geregeld worden voor de ontwikkeling van de avond daadwerkelijk gaat starten. En willen graag de reactie horen van het college, schuine-streep de wethouder, op alle items die daadwerkelijk in de video's naar voren komen. Om uiteindelijk tot de juiste beslissing voor de raad te kunnen komen. Maar wij hebben het college de vraag gesteld of zij hier alsnog niet op wil reageren. Want en dat wij anders gedwongen zijn om te concluderen dat wat hier beweerd wordt klopt. Dus we hebben een aanbod gedaan. Het college kan het aannemen. Laatste poging daartoe. De motie ziet erop dat inderdaad naar de waarheid wordt gekeken zoals in de filmpjes wordt neergelegd. Het college ontraadt blijkbaar deze motie. Ik hoor ook geen bijval van de 11 overige fracties. En dan concludeer ik dat u het allemaal wel best vindt. Ik vind het wel heel erg jammer. En ik moet helaas constateren dat als vanuit de makers van de film filmpjes wordt gesteld dat er sprake is van leugen, er mogelijk wel ook smaad hier aan de orde zou zijn. Dus dan vind ik het wel heel bijzonder dat van de zijde van het college niet wordt ingezet op het item smaad en zelfs aangifte wordt gedaan, maar dat het gewoon van zich af laat glijden. En dan kom ik niet anders dan tot de conclusie dat er dus wel een kern van waarheid in zit. Want blijkbaar wil het college niet hier de waarheid boven water hebben, maar vindt het ook maar best. Voorzitter, ik voel me hier buitengewoon ongemakkelijk bij met de hele gang van zaken. De SP-fractie heeft er nou juist behoefte aan dat u punt voor punt even aangeeft of het klopt of dat het niet klopt en het dan weer legt. Zodat wij dat overzicht hebben van wat hier van waar is. Want dat hebben wij niet. Die informatie hebben wij niet van u. En u kunt dat schriftelijk doen. Dat hoeft niet vandaag. Maar wel een toezegging daarop. Om dat in deze zomerperiode netjes voor elkaar te maken. Ongeacht wat hier vanavond besloten wordt. Want dan is het maar helder waar het college van BNW staat ten aanzien van deze punten. En dan kunnen wij daar ook naar kijken en een oordeel over vellen. Ja, de onderwerpen die daar op staan, voorzitter, die hebben wij uitvoerig met elkaar besproken. En dat er dat bepaalde oplossingsrichtingen worden aangedragen, daarvan hebben we ook gezegd, sommige die zijn niet uitvoerbaar, sommige zijn wel en sommige zijn ongelooflijk complex. Is dat we al jarenlang geen oplossing hebben gezien. Daar hebben we ook doorgevraagd aan alle partijen en die zijn er nu niet. Voor mij hebben we ook aangegeven in de raadstukken dat we die opties hebben onderzocht. En die zijn namelijk er niet. Die waren er 3-4 jaar geleden ook niet. En die duidelijkheid moet ik ook geven. De bestuurscultuur in Arnhem moet een stuk beter. Dat blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek onder leiding van bestuurskundige Paul Frissen. De raad keek ernaar en zat erbij en deed niks. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden ook al een heidag gehad. En toen kwamen een aantal constateringen ook al naar boven. Dat we als raad veel te weinig het debat met elkaar voeren. En dat we het college veel te veel ruimte hebben gegeven. En ik vond dat gedrag waarvan ik dacht, dat vind ik niet netjes. Ik vind dat het ook niet moet kunnen. Ik vind dat je nou zo niet met elkaar om moet gaan. Het is ook heel mooi in dat rapport van Frissen die zegt, in de politiek zijn woorden ook daden. Wat er allemaal is gebeurd doet best een aanslag op het vertrouwen. We gaan eens even afwachten wat het college hiermee doet. Mijn voorstel zou zijn om dit belangrijke begin verder te concretiseren in door bij elkaar te komen als presidium en daar samen dus invulling aan te geven. Om de tijd te nemen, dus die bijeenkomst die we als presidium ook gaan organiseren, om daarin met elkaar te kijken van waar we nou met elkaar ook naartoe willen qua stappen die we moeten zetten.